Hi, leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Martin en in dit filmpje ga ik je laten zien hoe je zelf een brug kan maken. Het enige wat je ervoor nodig hebt is Mitridates spuitverf, een hekwerk van Lemax en dit kaartje. En deze kaartjes zitten altijd in de dozen van de Lemax huisjes. En daarmee gaan wij een hele simpele brug maken. Ik ga je laten zien hoe we dat doen. Waarom zou je zelf een brug gaan maken als je zulke mooie bruggen van Lemax zelf hebt, die we hier bijvoorbeeld hebben staan? Ik heb hier een tram lopen en die gaat hier over het water heen. Die tram kan niet over deze brug, hè, dus ik ga zelf iets maken wat er precies zo onder past. En daarvoor ga ik deze hekjes gebruiken. Wat ik eerst ga doen is de witte kant van het kaartje ga ik bruin spuiten. En zodra die gedroogd is heb je zoiets als dit. Dan gaan we deze uitpakken. We hebben er maar twee nodig in dit geval, dus de andere twee laat ik even zitten. Zo moet die komen. Oké. Nu is het gewoon een kwestie van laten drogen en dan schuiven we hem eronder. En hebben we een hele simpele brug gemaakt. Ja, Lemax heeft heel veel toffe voetgangersbruggen, maar voor een tram is het lastig, dus daarom hebben we die brug net gemaakt. En nu wil ik eigenlijk een brug maken waar ook auto's overheen kunnen. Dus ik heb precies hetzelfde gedaan. Ik heb dit keer het kartonnetje genomen wat je bij een plaatsensysteem ook krijgt. Die heb ik weer bruin gespoten. En deze wil ik eigenlijk een hele brede brug van gaan maken met hetzelfde materiaal om auto's overheen te laten rijden. Oké, ik heb hem vastgemaakt. Heb ik gewoon met krammetjes heb ik hem in het piepschuim geprikt. Het wordt een autoweg, dus ik ga nu met spuitlijm eroverheen en grind. Voor we dat doen, ga ik een paar auto's erop zetten. Okay. Spuitlijm.